Hoi allemaal, welkom bij de eerste opdracht van gezichten. Nou, we gaan werken met basisvormen. Op deze manier kun je eigenlijk uit elke vorm kan je eigenlijk een gezicht maken. Nou, we beginnen bij deze opdracht met een rondje. Teken allemaal een mooi rondje. Meestal hoe sneller je dat rondje maakt, hoe ronder die is. Plaats daarin ook weer twee andere rondjes voor de ogen. En daarbinnenin voor de pupillen ook weer twee rondjes die je zwart maakt en je laat wat wit open. Twee liggende banaantjes daarop voor de wenkbrauwen. Een klein neusje, een big smile. Twee uitstekende tandjes en aan de zijkanten teken je twee rondjes en daar twee lusjes in voor de oren. We geven hem dit keer een soort hanenkam, dus je mag een beetje zo'n soort grasveldje omhoog tekenen. Klein beetje in het midden, wat grassprietjes als haar. En dan heb je uit een cirkel of uit een sinaasappel al een figuur gemaakt. En dan gaan we gelijk weer door met de banaan. Teken allemaal een liggende banaan. Dit perspectief is een beetje van de zijkant, een beetje drie kwart. Dus je ziet hem eigenlijk een beetje vanuit profiel drie kwart. Nou, je plaatst er ook weer een cirkel op aan de voorkant voor het oog. En het andere oog dat valt eigenlijk achter die banaanvorm. Nou, ook weer twee pupillen daarin. Zwart maken, een beetje wit laten. Dit keer een grote neus, zodat je ziet dat je kan variëren met maten. Dit keer ook een big smile. En die trekken we een beetje door, zodat het een overhangend lipje wordt. Een groot oor dit keer ook. Ook weer met lusjes erin voor de oorschelpen. Wenkbrauwen niet vergeten. Nou, het hoofd van de banaan ziet er een beetje raar uit op deze manier. Hij heeft een beetje een blockhead. Het is nog niet echt een natuurlijke vorm. Dus wat we gaan doen, we gaan hem een pet geven. We hebben net haar gedaan, dus we gaan dit iets anders invullen. Dus een pet teken je eigenlijk vanaf het oor tot aan bovenop het oog teken je zo'n boog. Dan heb je de klep eigenlijk van het petje. Nou, die vorm bovenop mag je wat ronder maken en wat breder, dat je echt die petvorm erin terugziet. Nou, meestal van die petten hebben, meestal van die knopjes bovenop. En je mag wat lijntjes trekken, dan zie je echt de zoomnaden op het petje zitten. Je geeft hem wat details, wat haar onder zijn cap vandaan. Nou, misschien heeft hij wel een snorretje, misschien heeft hij wel een sik. Je kan wat lijntjes onder zijn ogen nog extra trekken. Je mag hem een logo nog geven bovenop zijn pet. En dan zijn we er eigenlijk al. Dan heb je eigenlijk uit een banaan heb je eigenlijk ook weer een figuur gecreëerd. Meestal in mijn lessen zeggen ze dat deze figuur eigenlijk op professor Doofenshmirtz lijkt van Phineas en Ferb. Nou, dat klopt eigenlijk wel een beetje. Hè? Het is alleen een beetje een modernere versie. Een beetje een hiphopper. Dan gaan we verder met de volgende vorm. Zien jullie dat je eigenlijk op deze manier uit elke vorm eigenlijk een figuur kan maken? Een gezicht kan tekenen. Als je deze stappen volgt. Dan gaan we door met de peer. Vanuit de peer gaan we een cowboy maken. Dus teken een vorm van een peer. Peren zijn natuurlijk in allerlei vormen en maten, dus je mag je eigen unieke vorm maken. Dit keer geef ik hem geen grote ogen, maar geef ik hem eigenlijk twee, wat net de pupillen waren, geef ik hem als ogen. Dus dat zijn een beetje een kraaloogjes. Ook weer wenkbrauwen. En dit keer geven we de peer een perenneusje. En we geven hem een wiebelmondje. Zie je dat het een beetje een vreemde peer is. Dit keer geef ik hem geen ronde oren, maar wat meer puntigere oren. En ook weer twee lusjes daarin voor de oorschelpen. Nou, we willen eigenlijk iets anders doen met zijn hoofd. Nou, denk aan een vorm van een grote worst of een banaan. En die plak je eigenlijk bovenop zijn hoofd. Nou, dan zie je gelijk al dat die hoedvorm eruit komt. Dus een beetje een cowboyhoed. De cowboyhoed hebben meestal van die mooie versieringen op hun cap. Van die mooie dingen. En een gleuf bovenop zijn cap. Nou, het ziet er nu wel uit als een beetje een Mexicaanse cowboy. Nou, Mexicaanse cowboys roken natuurlijk dikke Mexicaanse sigaren. En dan mag je hem een sjaaltje geven of een poncho. En dan zie je eigenlijk dat we uit een peer ook heel simpel een figuur kunnen maken. Nou, dit waren eigenlijk de opdrachten. Als inspiratie heb ik nog een aantal voorbeelden erbij gevoegd. Zie maar eens wat er gebeurt als je dezelfde figuur maakt met verschillende basisvormen. Ja, dus vanuit een vierkant ga ik een figuur maken, vanuit een driehoek eigenlijk dezelfde figuur en vanuit een rondje. Kijk maar eens wat het doet met de uitstraling van het figuur. Ja, de vierkant wordt juist heel hoekig, de driehoek ook heel puntig en het rondje ziet er wat natuurlijker uit. Dus daar kun je ook mee spelen, hè, als variatie. Dus het is eigenlijk oneindig variëren met de basisvormen kan je eigenlijk gaan tekenen. Dus als ik jullie nu als opdracht geef, maak 20 verschillende figuren met een cirkel, dan zou je dat moeten kunnen. De ene keer kan je daar een opa van maken, de andere keer weer een baby. Dan weer een vrouwtje ervan maken of een politieagent. Eigenlijk met diezelfde basisvorm kan je alle kanten op. Als je varieert in maten, in groottes van dingen of andere details geeft.
Dan kun je daar wel 1000 figuren maken met een cirkel of met een driehoek. Nog een ander voorbeeld wat ik voor jullie heb, is de positionering. Ja, dus je kan de ogen kan je anders op een andere plek zetten. Je kan de neus op een andere plek zetten en de mond. En kijk maar eens wat er gebeurt met het figuur. Zet ik de ogen en de neus en de mond wat hoger, dan lijkt het juist alsof ik een hele brede kin heb. Als je ze in het midden zet, dan ziet het er gewoon een beetje normaal uit. En als je ze juist heel laag zet, dan lijkt het net of het figuur een heel groot voorhoofd heeft. Dus zo zie je wat positionering eigenlijk ook doet met een figuur. Nou, dan hebben we nog perspectief, dat je een figuur ziet van verschillende standpunten. Nou, je kan hem natuurlijk van vooraf tekenen, dat noemen ze frontaal. Je kan hem 3/4 tekenen, dan zie je hem een beetje zo voor de helft schuin. En je kan hem en profiel maken, dan zie je eigenlijk je silhouet van de zijkant. Dus ja, dat zijn allerlei andere perspectieven waar je naar kan kijken vanuit een ander standpunt. Nou, als je dat weet, hoe je figuur er van alle kanten uitziet, dan kan je hem natuurlijk in een strip van alle kanten tekenen. Dat is misschien wel een goede oefening ook. Nou, ik hoop dat het lukt, de eerste opdracht. Veel plezier ermee.